Hoe oud is het mannetje? De volwassen man is 35. Ja. Mark, dat is een oude. In de 60 moet haalbaar zijn. Dan heb je een heel oude olifant. Vaak zijn er nog redenen om eerder te stoppen. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor alles in die regio. Ja. We halen niet altijd een maximale. In de 60 moet mogelijk zijn. In de 70 is zeldzaam. En Guinness Book of Records heeft het over een olifantengevangenschap die ooit in 83 is geworden. Maar dat is dan een uitzonderende regel in een extreme tijd. Ja, wat er gebeurd is, dat een jong olifantje, als hij een eigen stalletje heeft, dan kun je daar, als je klein bent, zorgt natuurlijk bij in. Natuurlijk krijg je een band en dan zal hij denken, oh wat ben jij leuk. Ja, dat doen we hier dus absoluut niet. Maar in Duitsland is het veel keer gebeurd dat een vrouwelijke olifantenverzorgster elke ochtend even bij zo'n jong ding in het verblijf ging. Ja, het begon heel klein, wordt er elke keer een beetje groter. Het groeit een kilootje per dag ongeveer. Binnen niet al te veel tijd zit hij over een ton heen. Zie je het gevaar niet, zie je de winkels bij de koffie, gewoon waar blijft ze? En ja, toen lag ze wel in een hoekje van het verblijf, platgedrukt. Misschien wel helemaal niet met boze bedoelingen, gewoon even lekker rapotten zodat je dat soms op zonder lim ziet. Maar ja, daar kunnen wij er niet tegen, dus daar moet je echt heel erg mee oppassen. Wacht maar dat het naar jullie toe drijft, jongens, dat komt omdat de gaten. Die wil het wel. Ik kan niet